Een zeer gehavend Thijs. Hokai heeft vanavond een zeer zwaar bevochten overwinning behaald op het vooraf zeer zwak geachte Deurne. Maar in een overtime overwinning van 5-4 hebben we de Belgen toch naar huis gestuurd. We moeten toch de complimenten geven aan ons team. Heel veel zwakken en geblesseerden. En naast me denk toch nog een, ondanks alles, een opgeluchte coach. Of zie ik dat anders? Ja, opgelucht wel. Opgelucht zeker. Ik denk dat we uiteindelijk nog blij mogen zijn met 2 punten. Maar ik denk ook dat we een punt verliezen. Een punt verliezen. Als ik naar de stand kijk, maakt het in principe niet zo gek van uit. Nou, dat gaat er weer. Het maakt weer uit wat we morgen gaan doen. En we hebben dusdanig veel energie moeten geven vandaag dat... Dat ik me nu wel zorgen maak over morgen. Ja. Oké, maar stel dat we de 2 verliezen, als we de laatste winnen, en zitten we er alsnog bij. Ja, maar ik was nooit zo goed in rekenen. Dus daarom was die overwinning in overtime heel belangrijk. Nee, maar kijk, ten eerste hou ik er niet van om een tegenstander als dusdanig zwak te betitelen. Dat hoorde ik al in de aankondiging voordat de wedstrijd begon. Ik vind dat je ten alle tijde respect moet hebben voor een tegenstander. Ik vind ook dat wij gewoon van Antwerpen moeten winnen. En dat hebben we niet gedaan. We hebben genoeg excuus. Hè? We hebben... Een aantal geblesseerden, een aantal jongens ziek, een aantal jongens die wel spelen en dat eigenlijk niet kunnen. Maar dan nog, als je ziet hoe wij de derde periode spelen en als wij dat vanaf het begin doen, dan creëren we onze situatie waarin wij 3 punten hebben. En het is heel simpel, in die hele strijd om een play-off plek hebben we een punt verloren. Oké, maar u zegt natuurlijk als je iemand dus zwak noemt, dat je dat geen respect hebt voor de tegenstander. Maar dat wil dat niet zo zijn. Want? Wat zegt het dan? Nou, dat is toch... Is dit een sterk team? Nou, ik zou een tegenstander nooit als zwak betitelen. Ik vind dat je een wedstrijd... je benadert een wedstrijd altijd om te winnen. Ik ga ervan uit dat zij dat ook doen. Maar er moet altijd gespeeld worden. En als je een tegenstander als zwak betitelt... dat vind ik niet dat je daar heel veel respect toont. Laat ik het dan anders zeggen. Begonnen wij te zwak aan de wedstrijd? Nou, ik denk dat wij inderdaad ons niveau niet hebben gehaald. Ik denk dat we eigenlijk de eerste 15 minuten nog wel goed spelen, maar geen doelpunt maken. Maar goed, dan valt die tegengoal. Dan zijn we het ook echt even kwijt. Dan vinden we de aansluiting. Maar we helpen onszelf niet. We creëren steeds een situatie waarin we onszelf het moeilijk maken. En Antwerpen heeft daar gewoon een heel goed gebruik van gemaakt. Wij moeten een wedstrijd benaderen. Iedere wedstrijd. Op de manier zoals wij in de derde periode hebben gespeeld. En ik denk dat als wij dat vandaag hadden gedaan, dat wij hadden gewonnen. En dan toon je het verschil aan tussen de tegenstander. En dat moet je op het ijs doen. Dat moet je niet doen door een tegenstander op die manier te betitelen. En als we dat zelf hebben gedacht, dan is dat een heel duur punt en een hele dure les. Ik zag in de laatste periode dat hij nog een soort disciplinaire straf uitdeelde. Nou, dan zijn we het daarover eens. Ja, nee, dat is... Hij benadeelde het team dusdanig dat hij zegt van blijf maar lekker zitten. Ja, dat is heel duidelijk. En het is een van onze leiders, een van onze betere spelers, die als geen ander moet begrijpen in welke situatie wij op dit moment zitten met Heijs. En dat, de problemen die wij hebben, maar dat is de fysieke problemen die wij op dit moment hebben, dan verwacht ik leiderschap en geen kleuterschoolgedrag. Is goed, Chris. Morgen Luik. We gaan uiteraard weer voor 3 punten. En we wensen jullie heel veel succes morgenavond. Succes, jongen. Naast me, uit de Demeline family, zeg maar, hebben we Manitas. Hij is zeg maar uit het stof gehaald, zeg maar. Hij heeft pas 2 keer getraind. En wilde ons team uiteraard zenen. Zijn broertje won vorige week de bekerfinale. Jaren gespeeld, Tony. Vader Ton. Die horen we elke week door de uiterf galmen. Laten we zeggen, Manitas, ten eerste bedankt dat je het team hebt willen steunen. Heb je het gemist?
Ja, gemist. Kijk, ijshockey natuurlijk nog steeds. Het is niet dat ik aan de Wilg heb gehangt. Ik speel derde divisie. Maar je hebt pas twee keer meegetraind met die gasten? Ik heb twee keer meegetraind. En ja, kijk, heel eerlijk. Ik weet natuurlijk nog hoe het vorig jaar geëindigd is. En aan het zo nu in te stappen. Buiten dat ik al conditieachterstand heb natuurlijk. Omdat ik zo lang niet op dat niveau heb getraind. Maar wel een pluim naar de jongens dat ze echt dit jaar met stappen vooruit zijn gegaan. Dat zie ik natuurlijk heel goed. Omdat ik, ja, ik weet ondertussen wel een klein beetje wat er komt kijken bij ijshockey. Waar gaan we komen de worst uit? Nee, maar... maar ook alles wat in het team zit, dat is wel wat ik gemist heb nu. Ik stap erin en de filosofie achter alles, het spelen op de manier. Ja, dat opent mijn ogen weer na jaren, in alle eerlijkheid. Natuurlijk ligt het aan de coach die de plannen uitzet. En dat is wel wat ik gemist heb, ja. Maar je weet, ik was vorig jaar, heb ik gezegd, ik ben gestopt. En daar heb ik geen spijt van. Dat zijn keuzes die je maakt. Alleen als de vraag komt van, joh, ben jij in de mogelijkheid om ons te helpen? Dan zal ik dat ten alle tijde doen voor het team van IJs. Is goed, en het scheelt ook niet veel. Heb je al nog gescoord ook? Zullen we het daar niet over hebben? Daar krijg ik nog nachtmerries van vannacht. Zo erg zit dat er nog in. Ja? Jawel, jawel. Dus, je hebt nadat je gestopt bent, ben je zeg maar uniek in Nederland. Want je hebt een winkeltje begonnen in verf en behangspullen of zoiets. Ja, bijna. Nou, toevallig doe ik verf en behangen, normaal voor mijn beroep. Maar nee, ik ben sinds 5 maanden geleden ook een ijshockeyshop begonnen. Echt alleen maar ijshockey, dat heet Demelin Hockey. En dat is fantastisch. Ik bedoel, je moet een keer langskomen langs de winkel. Het is iedereen die binnenkomt, het is een praatje. En het gaat alleen maar over ijshockey. Ja, mijn leven is alleen maar ijshockey. En zoals je net al zei, de hele familie. Ja, alles draait om ijshockey, dus dat is helemaal fantastisch. Hey, we hebben Tony, we hebben jou, we hebben je pa. Wanneer gaat zoon Lief zijn opwachting maken? Hij heeft natuurlijk al even ingespeeld, maar zijn opwachting maken in het eerste van IJs. Nou, mijn zoon is inmiddels dit jaar is die even tijdelijk gestopt in verband met de studie. Hè, wat ook heel belangrijk is, want laten we reëel zijn, met ijshockey is niet je centen te verdienen. Dus die heeft nu een pauze, maar hij heeft laatst een keertje meegetraind gewoon met ons team. En toen zei hij wel dat hij het wel miste. Dus hij zei, ja, als ik mijn examen heb gehad, dan wil ik denk ik wel weer terug instappen. Om toch weer te gaan ijshockeyen, want hij vindt het wel leuk. Morgen mee naar Luik? Met de eigen winkel op zaterdag. Voor IJs ga ik mee naar Luik. Hey, okay. Zo kennen we de echte Demelin, jongen. Hey, bedankt dat je er hier staat. En succes morgen. Succes met je verdere carrière in je hockeywinkeltje. En je bent een topper. En mensen moeten blijven komen en niet vergeten. Mooi. Naast me. Onze ongelukkige of gelukkige goalie Clint Soer. Ik had willen vragen aan hem, hoe gaat het met je blessure? Maar we zagen vanavond bij het inrijden dat hij er eindelijk weer eens bij was. Clint, vertel de mensen eens hoe het met je is op het moment. Moment gaat het op zich goed, beter als verwacht eigenlijk. Kleine 5 weken ongelukkig een blessure opgelopen op de training. Conclusie, eerste instantie kniebanden van beide knieën verrekt. Maar goed, ik voelde eigenlijk dat het deed te veel pijn. Uiteindelijk toch ervoor gekozen om een MRI-scan te laten maken vanuit de club. Conclusie, toch 2 ingescheurde kniebanden. Goed, dan zou je denken van, hè, dat is ook de reactie van de meeste mensen van, dan is het over. Maar goed, we gaan gewoon verder waar we tot nu toe zijn. En ik ben bijna op 100%. Ik verwacht dat ik over een kleine week, anderhalve week, dat ik gewoon 100% weer inzetbaar ben. Ik had eigenlijk vandaag misschien wat minuutjes kunnen krijgen. Alleen de wedstrijd liep even wat anders. Goed, dat is eigenlijk het verhaal wat betreft de blessure. Maar ik ben blij dat ik weer er ben eigenlijk. Ja, wij ook. En ik moet je zeggen, ik heb je een paar keer op de tribune zien zitten. En ik zag dan geen gelukkige Clint Soer. Nee, dat klopt. Ik moet eerlijk zeggen, Peter, dat de blessure, dat deed pijn. Maar om zo naar je teamgenoten te moeten kijken, dat doet eigenlijk nog meer pijn. Hè? En dan, zeker ook als keeper zijnde net. En natuurlijk, Klauw heb natuurlijk ook de best gedaan. Maar bij sommige dingen, dan had ik er toch wel graag in willen staan uiteindelijk. Je had het deel uit mij willen maken gewoon van het team. Ja, zeker natuurlijk. Hè? Dat zijn gewoon de momenten dat je daar als keeper wil staan. En dat deed heel veel pijn. Maar goed, de bepaalde dingen gebeuren gewoon. En goed, het is niet anders.
Oké, nou zijn jij en Kraut zijn een beetje onze tv-helden. Hoe is het jou bevallen die hele dag die camera's achter je nek? Nou, dat was goed. Dat was natuurlijk voor mij ook wel een big happening. Hè? En uiteindelijk is het wel goed gegaan eigenlijk, vind ik allemaal. Uiteindelijk een hoop positieve reacties. Heel veel positieve reacties. Mensen verwachten eigenlijk deel 2 nu. Dus wie weet. Joh. Komt er een deel 2? Nou goed, daar wordt wel over gesproken. Maar RTL zijn we er nog niet uit. Dus gekheid. Maar wie weet eigenlijk. Ja. Even twee ijshockeyvraagjes. Juist als goalie, wat vind jij de beste goalie in de NHL? De beste goalie in de NHL? Nou, dat gaat toch wel een beetje naar mijn credits gaan naar Jonathan Quick, keeper van de LA Kings. Hele aparte stijl, heel bewegelijk beneden, hè? Ook in de butterfly, zeg maar. En dat vind ik persoonlijk wel een stijl die mij aanspreekt. En die krijgt van mij de credits waardoor ik zeg van dat vind ik de beste keeper uit de NHL. Ik hoorde je zeggen een butterfly. Wat is een butterfly? De butterfly is een bepaalde save die je als goalie maakt. Dat is eigenlijk dat je dus op je knieën. En je gaat eigenlijk met je knieën naar beneden, waardoor je eigenlijk de breedte van je legged gebruikt om beneden het ijs helemaal af te sluiten. Dat is ook de manier waarop ik de blessure heb opgelopen. Tot er twee man op mij vielen en waardoor eigenlijk twee hele harde knakken te horen waren. Dus, maar dat is eigenlijk de butterfly, ja. Oké, nou, die was duidelijk. Hey Geus. Ja, hartstikke bedankt. Jij heel hartelijk bedankt en we gaan erop rekenen dat je er over anderhalve week, bijna twee weken tegen Heerenveen, weer bij bent. Komt goed. Hey, succes jongen. Dankjewel man, dankjewel. Als laatste staat voor de camera Thomas Roosendaal, die voor de tweede keer Man of the Match is dit jaar. En een terechte uitverkiezing denk ik, want de 4-4 en de winning time, de winning goal denk ik. Dus Thomas, gefeliciteerd. Ben jij blij of ben jij opgelucht? Opgelucht. Dat was nog zeg maar die punt hebben gepakt. We hebben wel een punt laten liggen en dat is echt gewoon onwijs zonde, zeker tegen dit team. Als je kijkt, begin van het seizoen tegen dit team winnen we gewoon met dubbele cijfers. En nu hebben we het gewoon moeilijk. En ik denk dat we het vooral moeilijk hebben omdat we slordig waren in het afmaken van de plays. Dus Maar in principe maakt het natuurlijk niet zo gek wel uit. Ik heb het net met Christen nog over gehad, want we hebben nu twee punten. Je kan er in principe twee verliezen. Dat is dan wel de rekenarij natuurlijk. En dan kan je de laatste winnen van Zoetermeer. Dan zou je er in principe zijn. Had je verloren in overtime, had je dat niet gegaan. Dus, maar we gaan van onze eigen kracht uit. We moeten nog drie wedstrijden. We kunnen ze alle drie winnen ook natuurlijk. Je mooiste actie vandaag? Ja, game winning goal. Vond je dat? En die vierde vond ik er toch ook wel heel erg mooi in zitten. Ja, kijk, allebei leiden ze tot het winnen van de wedstrijd. Want eerst moet je gelijk maken, wil je overtime kunnen spelen en dan de game winning goal. Dus ja, allebei zijn ze eigenlijk even belangrijk. Dus ja, ik ben gewoon onwijs blij dat ik het team heb kunnen helpen winnen. Als je zo'n schot van die blauwe lijn afvuurt, net zoals die vierde, merk je dan al gelijk als je hem raakt, dat is goed? Of zeg je van oeh? Ja, nee, dat merk je niet gelijk. Kijk, het is vanuit de face of was het schot. En, tenminste de 4-4 dan, hè. En dan staan er gewoon heel veel mensen voor de goal. Dus ja, eigenlijk schoot ik hem puur op. Wilde ik hem eigenlijk voor de goal krijgen, zodat er traffic gegenereerd zou worden. En dat er een rebound uit zou komen. Dat die daar vanuit eventueel gescoord zou worden. Of gelijk een goal natuurlijk. Oké, hey, voor jou even een vraagje over de regels. Wat is in principe een offside? Wanneer sta je offside bij het hockey? Nou, offside is simpel uitgelegd zeg maar, voor buitenspel. Dus iedereen kent voetbal, maar buitenspel. Maar bij ijshockey houdt het in, zeg maar, je hebt de blauwe lijn. Ja. Op het moment dat daar eerst een speler van jouw team overheen gaat en dan pas de puck, dan is het offside. Dat is buitenspel. En ik zie er wel eens een scheidsrechter met zijn hand in de lucht staan zeg maar, als zeg maar, de puck het aanvalsvak ingaat. En wat wil dat zeggen? Als de puck het aanvalsvak ingaat of als de speler eerst overheen is? Dan, ja, die zijn. Die...
Ja, nou, op het moment dat de speler al over de lijn is en de puk is nog niet over de blauwe lijn, dan steekt hij zijn hand onder de lucht, want dan is het al offside. Alleen de puk moet dan over de blauwe lijn, wil hij hem affluiten. En andersom, als de spelers er al in rijden, de puk ombrengen, moeten de eerste spelers eruit zijn uit het vak voordat dat bedoelt met elkaar. Ja, eerst moeten, als je zijn hand omhoog hebt, moeten eerst alle spelers weer uit het vak, uit het aanvalsvak. En dan als eerste puk erin en dan weer de aanvallers erachteraan. Ik let nogal eens op, zeg maar, aan de kant, en ik zie dat Chris nogal eens bezig met jou bent. Wat probeert hij jou, zeg maar, bij te brengen? Nou, sowieso. Kijk, we hebben gewoon een playbook. Dat houdt in systemen die we spelen. Ja, en tijdens de wedstrijd dan lukt dat soms wel, lukt dat soms niet. Soms sta je onder te veel druk, maak je even een foutje of draai je net even de verkeerde kant op. Hij probeert je daar gewoon constant in te begeleiden en op te wijzen dat je wel gewoon doet wat je moet doen. En dat het net even iets anders kan. Of als je, hij heeft natuurlijk overzicht vanuit de bank, dus hij kan gewoon zien dat je misschien beter de andere kant op kunnen gaan. Of net even de andere paas had kunnen maken. Dus vandaar. Ja. Oké, hey, en dan wat mij... Ook benieuwd, zijn de regels met een face-off? Dat zeg maar iemand, ja, oké, zeg eens, want ik zie dat en vaak worden gasten weggestuurd. Moeten de, als je begint met het spel, moet dan de thuisploeg, zeg maar, eerst eens een stik op het ijs hebben. Weet je, zijn er regels voor? Nee, maar in principe moet je gewoon klaarstaan en je hebt zeg maar de hashmarks, dat zijn de streepjes op, ja. op de cirkel, zeg maar. Iedereen moet aan zijn kant van de streepjes blijven staan en er mogen alleen maar centers, dus dat zijn degenen die de face-off nemen, die mogen in de cirkel staan. Op het moment dat hij niet tussen die hashmarks staat met zijn schaats, maar hij staat al helemaal scheef om hem makkelijker te kunnen winnen, dan wordt hij weggestuurd en moet er iemand anders de face-off nemen van dat team. Oké, trouwens, vandaag de face-off, ik dacht 44-19 voor ons, dus die hadden we wel duidelijk in ons zak. Ja, de face-off ging goed, maar wat ik zeg, ik denk dat we voor 80-90% in hun vak hebben gespeeld. En we hebben het gewoon laten liggen op het afmaken. En we hadden het niet spannend, zo spannend hoeven maken zoals het nu is geworden, zeg maar. Nou, ik ben zeer tevreden over het resultaat eigenlijk, want ik zag het niet meer zitten toen het 3-1 was en er werden er twee van ons afgestuurd. Dus ik wou je heel hartelijk danken. Blijf aan genezen. Heel veel succes morgen mensen tegen Luik. Ja. Over 14 dagen tegen Heerenveen. En dan de laatste tegen Zoetermeergeuzen. En bedankt dat je hier weer wilde staan. Hey, dankjewel.